Culemborg is een stadje centraal gelegen in Nederland. Een stadje aan de Lek, met een historische binnenstad. Rondom die historische binnenstad zijn er een paar parkeergelegenheden. Een van deze parkeergelegenheden is aan het Jag. Een stenig plein met aangrenzende parkeervakken. Als onderdeel van het aantrekkelijker en gastvrijer maken van onze stad wordt het Jag opnieuw ingericht. Het ontwerpteam van Waardenburg Ecology heeft in opdracht van de gemeente Culemborg een nieuw ontwerp gemaakt. Stenen worden vervangen met groen en hiermee krijgt het Jag een groene uitstraling, waardoor het aantrekkelijker wordt om te verblijven. Daarbij wordt het vernieuwde plein beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. Het biedt verkoeling bij hitte en het kan hevige regenbuien beter aan. Ook helpt de beplanting de vogels en insecten aan meer dekking en geeft ze ruimte om voedsel te vinden. Uiteraard zorgt de beplanting voor een grotere biodiversiteit. Een molensteen uit de bestrating wordt een bijenhotel. De groene leefruimte die zo ontstaat is met name bedoeld voor voetgangers en fietsers. Zij vinden hier op een mooie zomerdag een prettige omgeving om een ijsje te eten en mensen te ontmoeten. De planning van de herinrichting vindt u op www.culemborg.nl/jag.